Hoi mensjes en welkom bij een nieuwe video. Het was een moeilijke opstart vandaag. Ik werd om 8 uur wakker gebeld door de postbode of de man van PostNL. 8 uur werd er aangebeld en op een of andere manier is mijn bel zo intens hard. Celine! Celine! Doe eens voor mama aanbellen. Doe eens even voor mama aanbellen alsjeblieft. Ik moet jullie gewoon even laten horen hoe erg deze bel door merg en been gaat. Zo klinkt mijn bel dus. Moet je je voorstellen dat je dus aan het slapen bent en dat om 8 uur in de ochtend... Oh, dat je zo wakker... Daar kan ik zo slecht tegen. En dan weet je nog niet wat er komt. Kijk, nu werd ik blij uiteindelijk. Maar het kan ook bijvoorbeeld een pakketje van de buren zijn of zo. Dat heb ik ook wel eens gehad. Nou, in ieder geval. Het was dus geen pakketje voor de buren. Het was mijn bestelling van Pretty Little Things. Oh. Ik ben heel blij. Ik heb een aantal dingetjes besteld die je nu heel veel ziet op Instagram en zo. Ik weet niet of het iets voor mij is, maar dat zullen we snel genoeg zien. Ik heb in totaal 14 items besteld en het was 205 pond met verzendkosten. En dat was volgens mij 234 euro ongeveer. Ik ben benieuwd. Ik heb 3 pakketjes. En een grote. Ik wist al dat ik verschillende pakketjes zou krijgen. Omdat ze zijn aan het verhuizen van magazijn. Dus daardoor komt de ene van die kant, de andere van die kant. Dus ze hebben 3 keer een pakketje naar mij opgestuurd. Ik ga gewoon beginnen met de kleinste. Ik ben echt benieuwd. Het is een ketting. Ik draag eigenlijk nooit echt oorbellen of zo, omdat ik met mijn haar en alles vind ik het een beetje... Het begint nu al. Dit is toch wel zo vreselijk? Maar oké. Maar met mijn haar en alles vind ik het allemaal een beetje te veel. Nee, maar deze ketting zit zo intens in de knoop. Ik weet gewoon niet... Ik heb zeg maar nu hetzelfde gevoel dat je je oordopjes wil pakken uit je tas en dat ze ook dus helemaal zo in de knoop zijn. Most annoying feeling ever. Oké. Ja. Juist. Oké. Ik weet niet of ik die onderste te groot vind. Dat denk ik eigenlijk wel. Maar die kan ik dan makkelijk eraf halen natuurlijk. Ik ga hem even om. Oeh, I like. Alleen is die dus wel heel erg lang. Iets met een hele lage, diepe décolleté heb, dat wel leuk is. Ik vind hem best wel leuk. Er zijn zeg maar echt iets van 3 items waarvan ik denk, Zoom, waarom heb je dit besteld? Want dit ga jij of niet aandoen of het staat jou niet. Maar ik dacht, ja, voor een video is het wel leuk om te proberen. Oh, ik weet al wat het is. Ik heb heel veel reviews gelezen over het feit dat de kwaliteit van stoffen heel slecht zou zijn. Nou heb ik natuurlijk altijd mijn eigen kleding ontworpen, dus ik ben benieuwd. Dit is dus zo'n hele lange gedrapeerde rok. En inderdaad, het is wel heel... Ik weet niet of je het kan zien op beeld. Ik denk het niet. Maar het is een heel dun stofje. Je kijkt er echt doorheen. Ik denk dat het niet te zien is, maar je ziet letterlijk alles hier doorheen, denk ik. Hij is heel lang. Dat vind ik heel leuk. En dan het gedrapeerde... Ik draag eigenlijk altijd bijna iets wat midi lengte is, omdat ik best wel lang ben. Ik ben 1,78 en dan vind ik het niet zo top als het dan net iets te kort is.
Ja, ik ben benieuwd. Ik heb een maat. Oh, ik heb... Ben ik serieus? Wacht, dit ga ik even checken. Ik ben weer terug. Oké, ik heb dus een maat 36 besteld. Ik weet niet wat mij bezielt. Maar ik moet zeggen, er zit wel veel stretch in. Alleen, ik heb sowieso 38 of 40 zelfs. Dus ik weet niet wat ik dacht. Want ik heb totaal geen maat 36. Maar ik merk wel dat er heel veel stretch in zit. Dit was 15 pond. Ik moet zeggen inderdaad dat het wel... Ja, het is natuurlijk niet duur, maar het stofje is ook niet, echt niet dat je denkt van... Hij is heel lang. Ik ben benieuwd. Ik ga hem even aanpassen. Kijk. Kijk. Hij is zo mooi. En ik moet zeggen dat ik het best vind meevallen hoe erg het is. Dat die roesjes, of dat die stof zo dun is, omdat het best wel veel gerubbeld is natuurlijk. Dan heb ik het tweede pakketje. Ik ben benieuwd. Wat hier? Het is zo oppervlakkig, maar ik word zo verschrikkelijk blij van nieuwe kleding. Als ik iets nieuws heb, wil ik dat ook gewoon meteen aan. Wat een stofje, jongens. Ik heb dus ook besteld, je ziet het zeg maar heel veel op Instagram nu. En bij de ene vind ik het super leuk staan en bij de andere denk ik, niet echt jouw ding. En ik weet niet of dat bij mij ook zo gaat zijn. Ik denk het wel dat ik bij mij ook zoiets ga hebben van, ik vind het niet leuk. Maar ja, dat moeten we dus maar zien. Maar ik heb zoiets van, als het dus wel mooi zit of dat het me wel staat, dan is dit echt top. Aangezien dit natuurlijk hartstikke lekker zit. Ik ga eens even kijken hoe duur deze was. Waarom heb ik die genomen? Oh. Oké, nou ja, deze. Ik dacht dat ik die andere had genomen. Maar niet dus. Ik heb er dus eentje van 5 pond genomen. En ik zag al eentje op de website van 5 pond en 15 pond. En toen dacht ik al, je moet sowieso die van 15 pond nemen. Want dit is sowieso een doorzichtig ding. Dacht ik al meteen. Oh ja, kijk. Je ziet heel mijn spiegel er doorheen. Kijk. Ja, dit kan je niet aan. Kijk nou. Nee, dat is niet normaal. Je ziet mij letterlijk er doorheen, denk ik. Ja, dit is niet normaal. Nou, hij is 5 pond. Dus ja, wat verwacht je ervan? Maar ik ga het zo even aanpassen. En kijken met wat ik dat aandoe en hoe het mij staat. Dus ik ben benieuwd. Okay, ik heb nu even gewoon een... random t-shirt aan. Totaal niet gestreken ook. Let er niet op. Dit is zeg maar die short van 5 pond. Maar die zou ik voor thuis aandoen. Maar niet... deze ga ik niet aan doen naar buiten. Het is echt zo'n hele dunne t-shirt legging stof. Dus als ik het zo wil dragen, dan ga ik wel die andere bestellen. Hij schijnt echt heel erg door. Hij is wel hoog, dat dan weer wel, maar ja. Oké, ik weet al wat het is. Het volgende is dus ook een beetje zo'n cycle short, maar dan in een pakje. En ik vind die kleur al heel mooi. Oeh, die kleur vind ik heel erg mooi. Dit is een stuk beter materiaal. En het is ook dubbel gevoerd. De kleur vind ik top. Materiaal vind ik top. Is ook maar even kijken of mij dit staat. Ik weet niet waar het mee te maken heeft. Ik denk dat het misschien een beetje met je lichaamsvorm te maken heeft of het mooi staat.
Ik ben zelf nooit zo heel erg fan van mijn benen. Dus shorts ben ik nooit zo blij mee. Maar dit is natuurlijk wel een lengte dat dan wel leuk kan staan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het proberen. Oké, voor deze was ik dus heel erg bang. Maar I like it wel. Ik moet even echt ander ondergoed, want dit is niet top. Het snijdt helemaal erin. Maar het maakt me lekker bruin. Ik zal iets verder gaan. Kijk, ik vind wel dat je er een tasje of iets om moet doen. Zodat je dan dit een beetje breekt. Maar niet gek. Oké, en dan nu komen we met de allergrootste zak. Er zit hier één item in. En ken je dat? Dat je zeg maar heel lang al op een webshop aan het scrollen bent. En dan ben je dus aan het kijken van, oh, dit wil ik eigenlijk wel bestellen. Maar ik weet niet of het mij staat. Of ik weet niet of het bij mij past. Dat heb ik dus ook. Er zit hier één jurkje bij. En ik vond hem zo mooi. Alleen, omdat ik zo lang ben, kan ik vaak dat soort dingen gewoon niet aan. Of tenminste, kan het misschien wel aan. Maar voor mijn gevoel kan ik het niet aan. En ik wil dat ik daar gewoon mee stop. En ik wil gewoon dat ik dingen ga passen. En dan ga kijken van, kan ik het aan? In plaats van al gelijk zeggen, dat staat mij niet. En ik maak hem open. En het eerste wat ik zie is dat jurkje dus. Oh. Oké, de kleur is al mooi. Nee, dit schijnt zo erg door. What the fuck? Meen je? Is het een grap of zo? Nee, dit is niet normaal. Dit schijnt zo erg door, jongens. Dit kan je niet eens aan. Ik weet nou niet of het door mijn ringlamp komt. Het is zeg maar een soort blouse jurkje. En dan is aan de onderkant is hij wat strakker. Maar hij is dus best wel kort. Maar als ik hem zo voor mijn ringlamp hou, dan is dit heel heftig. Kijk dan. Je ziet alles. Oké. Tot nu toe moet ik zeggen dat het dus best wel waar is dat alles heel erg... Alles, de stoffen allemaal best wel niet echt van goede kwaliteit zijn, als ik eerlijk mag zijn. Ik heb hier een grotere, ik heb hier maat 40 van gekocht. Omdat ik dacht, misschien als je wat groter gaat, dan wordt die ook weer wat langer. Ik weet niet of dat zo is, maar meestal is dat wel zo. Ik durf hem haast niet aan te doen. Ik vind de bovenkant er wel heel groot uitzien. Maar de kleur vind ik wel echt prachtig. De kleur is echt heel mooi. Ik ben bang. Ik durf het niet aan. Ik zie het alleen al en ik krijg al fucking paniek. Ik durf dit gewoon niet aan. Ik weet het al. Ik weet ook niet waarom ik zo ben. Oké, ik ga het er wel aanpassen, maar ik weet niet of ik me hier fijn in ga voelen. Maar goed, ik ga hem even aanpassen. Hier ben ik ziek van. Ik was hem niet. En dat is echt zacht uitgedrukt, hè. En dit is een maat 40. Dit was zeg maar echt mijn favorite. En er zit gewoon geen stretch in. En dat gaat gewoon niet als je heupen hebt, wat ik toevallig heb. Pas hem echt niet. Niet eens een beetje. Heel dat ding schudt mij uit elkaar. Ik ga hem even uitdoen en om. Ik zie een soort netachtige. Oeh. Allemaal eerder bestellen. En dat was alleen in het zwart. En toen hadden ze hem niet meer.
Het was echt letterlijk van een klikte hem aan en toen hadden ze hem niet meer. En nu, turum turum, heb ik hem dus in het nieuws. Dit is dan weer zo'n item dat je gewoon bijna zeker weet dat het gewoon goed gaat. Omdat het iets is wat je vaker draagt. Het is dus weer, het lijkt eigenlijk op die rok. Maar dan, ja, het is doorschijnend, maar er zit een onderjurk bij. Het lijkt gewoon op die rok, maar dan is die heel lang. Dit vind ik mooi. Weet ik nu al. Ik weet nu al dat ik dit mooi vind. Ik weet het al. Oeh, this I like. En die kleur vind ik ook heel mooi. Dit is top. Dit is top. Ik ben heel benieuwd. Ik denk serieus dat dit een van mijn favoriete jurken gaat worden. En dat gaan we nu aandoen. Nou ja, jongens, dit is ook weer zo vreselijk mooi. Oh mijn god, dit is ook geweldig. Oh, ik ben zo blij. Oh mijn god, moet jullie zien. Hij is heel erg lang wel. Dat zal ik even laten zien. Heel erg lang. Maar heel erg mooi. Ik wist gewoon dat deze echt mooi en top zou zijn. Ik wist het. Ik moet jullie wel zeggen, ik werd zo vrolijk hiervan. Oh ja, ik ben trouwens een enorme body fan. Maar ik hou zo erg van bodies. I love it gewoon. Dus ik heb aardig wat bodies bij deze shoppel, bij deze haul. Dit zijn er twee. Materiaal is niet top, maar dat wist ik al. Je krijgt er dus twee voor 15 pond, geloof ik. En dat is deze kleur. I like. En dan een iets meer nude-ish, beige kleur. Ik weet niet of dit... Ja, ik hou er wel van, maar soms is het dan net even wat te wit of zo en dan... staat er niet, maar ik ga deze even met een jeans aanpassen. Ik vind het gewoon zoveel mooier zitten. Ik hou er gewoon zo erg van. Dus ik ga sowieso al mijn bodies even met een jeans of een rok. Ik kan het ook met die rok aanpassen. Ja. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat de maat goed is, want ik heb zoveel verschillende maten genomen. Omdat, ja, ik ben best wel lang, dus dan kan dit vaak te kort zijn. Maar... ik vind het er wel okay. Dus toch niet alles zit mooi. Deze is eigenlijk een stuk te groot. Als die dus had gewoon wat lager moeten zitten en strakker. Dan was die zo. Dan was die ook heel leuk. Dus ze zijn gewoon te groot. Dat is balen. Want deze kleur was ook heel mooi. Maar ja, die zal dan wel hetzelfde zijn. En ik weet ook niet waarom, maar ik heb deze dus in een... 42 gekocht. Waarschijnlijk omdat ik dacht, het gaat te lang zijn. Maar ja, of in een 40 gekocht. Maar hier moet ik geen 40 van nemen. Dus die ga ik wel terugsturen. En die was ook mooi. Maar ze zijn gewoon echt te groot. Het is gewoon echt flubber. Het ziet er gewoon niet mooi uit. Het moest gewoon allemaal even wat strakker. Dat is wel jammer. Maar de kleuren zijn wel mooi. Volgende is deze. Hier ben ik een beetje teleurgesteld over. Want hij zou grijs zijn. Dit is dus de foto. Maar. Dit is hartstikke blauw. Trouwens, blauw kan ook wel heel leuk zijn met een spijkerbroek. Maar ik had gewoon zo grijs in mijn hoofd. Dit is de kleur. Het is wel een oké stofje. Het is een beetje velvetachtig. Ik moet hem even aanzien. En ik ga hem even passen. Ik ben wel benieuwd. Ik ga hem aandoen. Hij is dus echt totaal niet grijs. Maar... I like it.
Het voelt heel lekker aan. Het is ook dubbel. Oeh. Dit vind ik leuk hoor, jongens. Het enige is dat dit een beetje soms draait. Oké, het volgende. Deze wist ik ook niet zeker, maar ik dacht, hè? Living on the edge. We doen gewoon. We kiezen gewoon van alles en we zien wel hoe het uitpakt. Ik moet zeggen dat hij op de camera een stuk witter lijkt, maar het is wel echt heel nude. Maar het leek me wel, ja, wat hebben. Zo. Oké, het is dat je dit niet gaat zien met mijn haar, maar je hebt dan die nude body en nou, ik heb nog nooit zulke lelijke knopen gezien aan de achterkant van een body. Wat is dit? Is dit? Een rare keuze. Maar goed, de kleur is wel heel mooi. Ik vind de kleur wel echt heel mooi. Ook dit is ook weer een string body, dus dat is ook top. Ik ben benieuwd. Aan de ene kant heb ik zoiets van leuk. Aan de andere kant heb ik zoiets van, ik weet het niet. Misschien is het met een jeans niet heel leuk. Misschien met een nette broek of een wijde broek. Of misschien is het met een jeans net iets te druk. De kleur vind ik wel mooi. Even weten wat jullie ervan vinden. Nu deze. Ook deze stelt mij een klein beetje teleur wat betreft kleur. Hey. Wat een loser. Ben ik nou gek of was het er gewoon... Wauw, dit is zo'n andere kleur. Ja, dit is echt jammer. Ik dacht dat die veel lichter was. Deze was ook 15 pond. En hij zou dus eigenlijk deze kleur zijn. En het is dit. En dan moet ik zeggen dat hij op camera nog lichter lijkt dan in het echt. Hij is heel donker. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Maar ik had het wel leuker gevonden als hij dus net wat lichter was. Ook dit is ook weer een string body. Echt top. En deze stof is ook echt mooi. Het is een beetje van dat lycra, shiny-achtige stof. Maar hij is helemaal dubbel gevoerd. Dus dat is sowieso positief. Ik denk dat dit een match is met die rok. Yup. Dit vind ik al leuk. Dit weet ik nu al. Ze zijn niet dezelfde kleur, maar het heeft allebei een beetje zo'n... Oké, top. Nou, die kan ik nu terugbrengen. Het heeft allebei een beetje zo'n paarsige gloed achter. Dus dat staat wel leuk, denk ik. Ik ga het nu aanpassen. Deze combinatie vind ik ook mooi, jongens. Het enige wat ik wel moet zeggen, dit is een beetje de enige body die me tot nu toe een beetje in de steek laat qua lengte. Want hij zit echt heel erg, ja, nou, je snapt wat ik bedoel. En dit is echt wel... Dus deze zit wel het minst lekkere tot nu toe. Ik heb nog zo'n... Nou, dit is een short. Dus alleen een short. Dat grijze pakje. Dat was natuurlijk een pakje. En dit is een short. Maar jongens, ik moet zeggen. Ik ben bang dat ik nergens anders meer ga lopen. Het zit zo verdomde lekker. Die grijze ook. Je doet het aan. En het zit gewoon goddelijk. Alsof je niks aan hebt. En dit is dus ook weer helemaal dubbel gevoerd. Dus kijk, dan is het leuk. Ik heb echt zomaar die van 5 euro gekocht. Echt heel vervelend. Want zwart doe je natuurlijk wel heel vaak aan. Top. Oké. Dit broekje voel ik ook niet echt. Oké, ik heb het ook wel echt met een t-shirt aan nu. Maar jongens, het is zo warm. Ik moet het gewoon met iets wits aandoen. Mijn mening sowieso over die cyclebroekjes zijn wel veranderd. Het is gewoon top. Het zit zo intens. Heerlijk. Deze kleur t-shirt slaat echt helemaal nergens op erbij. Maar
Zit echt heel erg lekker. Dan hebben we alweer het allerlaatste item. Hoe snel is het gegaan? Ik had trouwens ook zo'n leuk t-shirt besteld. Ik vond hem echt heel leuk. Ik zal hem even laten zien. En toen kreeg ik dus een mail dat hij er dus niet meer was. Het is echt gewoon zo'n fijn shirt wat je gewoon aandoet. Ah, fijne kleur. Als je niet weet, oké, bam. Ik doe het even aan. Maar goed, dat mocht dus niet zo zijn. Dit is dus hetzelfde pakje als die grijze, als die ik net aan had, maar in het zwart. En ik ben zo blij dat ik dit dus ook in het zwart weer heb gekocht. Want ik was zo aan het twijfelen van, nu ga ik even deze passen. Ja, dit zit weer zo lekker, jongens. Maar ik zou iedereen deze aanraden. Ik vind dit nog veel fijner zitten dan zo'n broekje. Ik vind het echt leuk. En hier kan je natuurlijk ook gewoon een t-shirt of iets over aandoen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat eventjes in de reacties weten wat jouw favoriete item was. En laat ook even weten welke winkel ik hierna moet testen. Ik moet zeggen, ik heb die Boohoo video natuurlijk al gedaan. Zeker niet alles van Pretty Little Things is heel erg goed van kwaliteit. Maar verder ben ik echt heel erg verrast. I love it. Ik ga zeker nog een keer bestellen. Ik ben echt... Ik ben helemaal blij. Ik ben gelijk excited om dingen aan te gaan doen. Ik ga gelijk een planning maken om vanavond weg te gaan. Nee, ik zou wel al weggaan, dus ik ben aan het liggen. We hebben de 50.000 abonnees gehaald. We gaan nu voor de 100.000. Dus doe alsjeblieft even mee. Druk ook even op het belletje, zodat je geen enkele video meer van mij zal missen. Dat was het eigenlijk. En later!